Dat was de trailer van 10 seconden. Ja. Ja. Hij zou eigenlijk 1 minuut duren, maar we hebben hem even ingekort. Om te kwetsen. Nee. Dag dames en heren, welkom hier bij het debat Kwetsen voor de Kunst. Een samenwerking tussen het Amsterdams Kleinkunstfestival en de Bali. Ik ben Daniel van Veen, directeur van het festival en ik heet jullie hier welkom. AKF De Luxe, daar valt dit debat in. Jullie hebben een boekje op je stoel kunnen zien liggen. Dat duurt nog tot en met 15 april. En dan kan je kleinkunst ontdekken hier in het rondom het Leidseplein en ook in de Kleine Comedie. Dus ik zou zeggen, blader het straks rustig door. Ik hou het gewoon heel kort, want ik ga jullie aankondigen. Schrijver, hij is cabaretier, hij is stand-up comedian en gespreksleider van deze middag. Een groot applaus voor Raoul Heertje. Dankjewel, Daniel, voor deze schitterende woorden. Ik ben een gespreksleider. Ik ben hier wel eens in de Bali geweest bij dit soort gesprekken. En toen was ik geen gespreksleider, maar ik voelde me toen altijd heel opgelaten en vervelend. Omdat dit onderwerp is een onderwerp wat... gekaderd moet worden. En dat ga ik nu proberen te doen, want nu mag ik dit leiden. Ik vind het ten eerste heel leuk dat je hier allemaal 's middags zijn. We hadden het er even over, wat voor soort mensen zullen nou op de eerste mooie zomerdag van het jaar hier gaan zitten om 4 uur 's middags. En ja, dat zijn dit soort mensen. En ik zou nu hele kwetsende dingen kunnen zeggen, maar dat doe ik niet, want ik ben de gespreksleider. Even voor de duidelijkheid, want ik kan me ook voorstellen, in welk gezelschap ik ook ben over dit soort onderwerpen, er zit altijd 1 gek. En die zit nu heel erg van, ik wil mijn gekke dingetjes zeggen of doen. En dat begrijp ik en daar is ook ruimte voor, maar dat is aan het eind van het programma is dat. Maar ik wil je ook nu al zeggen dat je niet... Kom binnen, we hebben het net over je. Nee, dat is heel lullig, dit is heel lullig. En ook het einde van mijn cabaretcarrière. Het onderwerp van vandaag is niet, en dat zeg ik even heel duidelijk, het onderwerp is niet dat wij nu gaan praten over wat er in de maatschappij allemaal gebeurt als je het over een bepaalde groep hebt en dat er de mensen kwaad worden en de vrijheid van meningsuiting en de moord op Theo van Gogh en 9-11 en Trump en al dat soort dingen gekomen. Daar gaan we het niet over hebben. Dus dat kan misschien zijdelings erbij komen, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Het is niet een debat waarin we gaan bespreken wat je volgens men mag. En dan is men meestal Twitter of amusementsprogramma's als Shownieuws, De Wereld Draait Door, Nieuwsuur en zo. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Waar we het over gaan hebben, tenminste daar wil ik het graag over hebben, want ik ben een grote fan van de mensen die hier... geregeld zijn dat ik met ze mag praten. We gaan het hebben hoe het proces gaat van het maken van iets en of je dan rekening houdt met bepaalde gevoeligheden of dat je er helemaal niks van aantrekt. Dus als je die gek bent die denkt dat het over het anders ging en je weet nu al dat je heel lang moet wachten totdat je iets mag zeggen, maar nu heb je ook nog gehoord dat dit helemaal niet is waar het over gaat, dan is dit het moment om te zeggen, oh, dan moet ik nu weg. Niks aan de hand, dat mag. Ja, oké, dan zijn we nu met z'n allen klaar. Iedereen is gewaarschuwd. Dan als derde gast, ja, dat is weer een hele andere. Dat zijn 2 jongens, die kent ook iedereen, maar we gaan waarschijnlijk toch ook nog wat van ze kijken. Het zijn de jongens van Roen Vonk. Graag applaus voor Tom en Yannick. Waterheren. Graag. Hoe komt het tot nu toe op jullie over? Ja, als heel eloquente mannen zijn het wel, hè? Ja. Heb je eigenlijk niks aan toe te voegen? Jullie hebben niks toe. Nee, ik kan wel weer gaan zitten eigenlijk. Alsjeblieft, neem maar wat water. Jullie zijn eigenlijk, want als mensen het hebben over nou, kwetsen of... jullie zijn dan eigenlijk de beste... Nou, jullie zijn goede voorbeelden. Jullie doen echt dingen waarvan mensen zeggen, nou, die durven. Of voel je dat helemaal niet zo? Ja, dat wordt altijd gezegd, maar dat is nooit ook maar een seconde een afweging bij ons van, oh, kan dit wel? Omdat we er best wel heel lang over nadenken. Dus wij doen best wel rare dingen. Maar ik vind, ja, wij hebben echt hetzelfde als Diederik heeft. Als wij er zelf om moeten lachen, dan doen we het gewoon. En heel vaak moeten wij lachen om rare dingen. En dan zijn we ook weer niet helemaal achterlijk. Dus denken we er wel zo lang over na dat het in een bepaald soort context of zo komt, waardoor het kan of mag. En wat is dat dan? Want die context is dan... Dat het grappig is. Dat het...
Nou ja, dat het mag, want anders is het gewoon alleen maar iets heel grofs doen of iets heel naars doen of zo. Maar dan doen we het zo dat het grappig wordt. Of maar zo. Dat jullie het grappig vinden. Ja, ja dus en uiteindelijk is het de bedoeling dat de rest het dan ook grappig nee, vindt. Ik was hier al bang voor doen, maar dat is zo'n ingewikkeld criterium. Ja. 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 Want jullie zijn nu, zou ik zeggen, bewezen grappig, net als de anderen, want dat gaat goed. Alleen... Met dat criterium kunnen dus ook mensen aan de haal die zeggen, ja, maar ik vind dit grappig en over 2 jaar komt er echt al een heel groot publiek voor. Dus ik vind het zo'n moeilijk criterium. Soms ook wel gewoon, als je dan, wij doen dit vak dan nu, dus dan weten we ook iets over grappen maken. Je kan soms ook best wel ontleden van, oh ja, dit is duidelijk een grap. Je kan dan gewoon constructies ontleden van spelingen met woorden of iets omdraaien of... zoiets waardoor het een grap wordt. Ik bedoel, we hadden net over dat Voetbal Inside. Ja. Er was heel veel ophef over René van der Gijp. Die dan, er was een transgender geweest bij de Wereld Door. En had hij de dag daarna een pruik opgezet. Volgens mij was er niet heel veel ophef over omdat je geen grap mocht maken over die transgender. Maar omdat die grap gewoon heel slecht was. Als die grap goed was geweest, dan hadden we met z'n allen heel hard om gelachen. Maar wat hij deed, was gewoon een pruik opzetten. En het allermakkelijkste doen van het makkelijkste, gewoon... Dat, een slechte pruik. Ja, maar daar moesten heel... Nee, maar het is niet zo dat iedereen dat het slecht... Daar waren een heleboel mensen moesten daar heel erg om lachen. Daar kijken 700.000 mensen naar. Plus dat hij... En daar waren mensen kwaad over. Zij horen, doe nou gewoon normaal. Mensen, hè, dat zeggen ze ook over homo's. Je moet gewoon even normaal doen. Ja, maar het ding is met deze... Tenminste, dat is volgens mij ook waarom jij er niet echt zo aan het begin dat zei over hoe je deze discussie moet vormen. Het lastige is gewoon, je kan nooit rekening houden met iedereen. Dat gaat gewoon niet. En ik vind dingen echt kwetsend die andere mensen niet kwetsend vinden en andersom. Snap je? Ik vind het irritant als iemand zegt hun lopen over straat. En ik vind het niet irritant als iemand zegt het is kanker lekker weer. Dat vind ik niet irritant. En er zijn heel veel mensen die het heel irritant vinden als je kanker lekker weer zegt en hun lopen prima vindt. En wat is het omslagpunt? Want bij Diederik is het, bij Diederik is het puur commercieel. Is gewoon als het 20 minuten de boel omhoog trekt. Ja, dat ook. Nee, maar wij hebben ook wel dat wij scènes uitproberen waar wij zelf... We hadden een scène, daar gingen we in eerste instantie helemaal stuk om. Dat ik heel erg lang dronken was. En dat ik uiteindelijk niet dronken was, maar ALS had. En dat het een soort commercial was voor ALS. En dat hebben we gewoon... Het werkt nu al. Ja, maar we hebben dat gespeeld. En je voelde gewoon... Oké, gasten, dit is niet relaxed wat jullie nu doen. En het kan het zijn omdat we het niet goed hadden geschreven. Omdat we het niet goed hadden gespeeld. Of weet ik wat. Maar dat was gewoon een punt in de voorstelling dat we voelden... Kak, nu hebben we echt weer een kwartier nodig om mensen op enige manier sympathie terug te krijgen. En... We hadden ook een keer eentje, ja, we pakken alleen maar ziektes, maar we hadden ook een keer eentje dat Tom heel oprecht tegen de zaal zei, lieve mensen, ja, jullie hebben het waarschijnlijk allemaal gezien, al die dingen van, we gebruiken een stroboscoop in de voorstelling, dat is niet zo, dat doen we helemaal niet, maar we willen gewoon echt liever geen mensen met epilepsie in de zaal, dat vinden we gewoon heel goor, zoiets. En dan voelde hij en dan moest je wel heel veel dweilen aan aflopen, dat zei je, moesten zoveel dweilen aan aflopen. En dan voelde hij ook gewoon dat mensen dachten, ja, is het nou... Ja, wat wil je nou zo? Dus dan, het enige criterium moet volgens mij gewoon zijn of mensen die ervoor kiezen om naar jou te kijken, erom kunnen lachen. En je kan niet iedereen pleasen en iedereen vindt iets anders kwetsend. En dat is gewoon gekmakend als je daar rekening mee gaat houden. Maar in jullie theatervoorstelling, daar praten jullie namens jezelf, toch? Roen vond ik op tv, of zei je nee, daar we iets? Spelen ook wel sketches en scènes en personages. Maar zijn er momenten dat jullie ook namens jezelf spreken? Ja, maar wel een... theatervorm van onszelf. Maar voel je dan even vrij? Nou ja, het enige wat... Dus als, je, hè, als jullie in Roen vond ik op tv, is het heel duidelijk dat jullie... nou, niet typetje, maar begrijp, dan ben je een ander. Dan ben je heel... Ja. Wat Diederik ook uitlegt, dan ben je heel duidelijk een ander. Ja. Speelt dat überhaupt mee of is dit helemaal geen... Nou nee, want het enige moment dat wij onszelf zijn tijdens onze voorstelling is het moment dat ik Toms luier verschoon op het podium. En hij in zijn blote reet ligt en ik... zijn broeks verschonen en tussen zijn zak de kak weghaal. En dan zijn we daarna weer, gaan we weer verder met personages spelen. Dus wij zijn ook niet echt onszelf tijdens de voorstelling. Dus we hebben alleen een moment dat we zeggen, sorry, wacht heel even, ben je oké, Tom? En dat we gewoon smoezen. Het is wel elke keer hetzelfde moment. Het is niet dat ik elke keer... Een ander moment kies. Nee, hij kakt wel heel erg op hetzelfde. Maar ja. Dus eigenlijk even, tot nu toe zijn de criteria, als wij het leuk vinden, dan is het goed. Ja! En als het dan niet werkt... Dan gaat het eruit, want dan duurt het te lang voordat we weer omhoog trekken. Ja. Kort gezegd. Ja, maar het is wel ook gewoon zo dat we, ja, we denken er wel lang over na, begrijp je? Dus het is niet... Ja, ik weet niet hoe dat wij snappen ook wel soms dat we bezig zijn met grappen maken over onderwerpen die gevoelig liggen en zo. Dus dan denken we, ja, hoe gaan we dit dan
ja, zo zeggen dat het wel grappig is. En niet alleen maar mensen denken, die arme joden of zo. Ja. Arme joden? Nee, dat is niet deze. We gaan even naar een fragment kijken. Volgens mij, nee, er zitten geen arme joden in. Er zitten... Niet? Nee, helaas. Huh? Nee, hebben we ook geen gemaakt. We hebben niet genoeg geld, denk ik. maar dan laten we even naar kijken. Lars. Het spijt me. Van alles. Ik weet niet wat er met me aan de hand was, maar... Ik besef nu pas hoe dom ik was. Ik heb je beledigd. Ik heb je voor aap uitgemaakt. Ik heb je homo-ouders beledigd. Ik heb geprobeerd om je te reinigen met bleek. En nee, ik had je nooit in de wasmachine mogen doen. En al helemaal niet het lange programma. Ik bedoel, die 2,5 uur hadden je dood kunnen worden. Ja. Je ruikt in ieder geval heerlijk. Dank je. Spijt me, lieve jongen. Moet je nu al niet van mij denken. Het is goed, Victor. Dank je wel. Oké. Hier. Kip. Oh, sorry. Wacht. Hier. Blikkie. Victor, je begrijpt volgens mij echt niet. Nee, wacht. Ik wist dat je dit ging zeggen. Kijk. Schaafijs. Nee, kijk maar. Hardloopschoenen. Jezus. Nee. Lars. Stop maar, dat wel frequentie. Hij is bokkig. Nou, dit was, dat is duidelijk, dit is grappig. Ja. Gover zou denk ik zeggen, dit mag net, maar als jullie echt... naast een gewoon zwart jongetje gaan zitten, dan mag het niet. Ja, dat is logisch, ja. Zijn er in deze sketch, zijn er dingen waarvan je zei, nou, die jullie geschreven hebben, die jullie eruit hebben gegooid? Uit deze specifieke sketch? Van tevoren bij het schrijven, je zei van, nou, nu... Nee, volgens mij niet. Volgens mij hebben we wel zo'n beetje alle stereotypen die er bestaan over wat donkere mensen leuk vinden, hebben we wel gepakt of zo. Dus, Maar als je dan misschien nog, als ik er nog een soort van zinnig ding over kan zeggen, als je nog iets wil weten wat nog een criterium is, dan is het volgens mij belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen zeg maar waar de scène over gaat of zo en wat het doelwit is of zo. Snap je? Voor mij is het evident dat die gymleraar voor lul staat in deze scène en niet het jongetje. In de scène aan zich kan je zeggen, net zoals misschien bij die scène van Diederik. Op het moment zelf, als het ware, als het een echte wereld was, zou in de echte scène de jongen die als schoonmaker beticht wordt voor lul staan. Of nu onze Lars. Maar de wereld daarbuiten die wij zien, waar wij naar kijken, dan ziet iedereen wat een fucking domme schooljuf is dat. Wat een fucking domme gymleraar is dat. Dus het onderwerp kan wel over racisme gaan of over de verhouding tussen zwarte mensen en witte mensen. Maar het is volgens mij voor iedereen duidelijk dat degene over wie de grap gaat, de domme witte man is. Maar is dan niet het probleem dat je per definitie denkt als theatermaker, wat veel theatermaker, dat jij oké bent? Want het is helemaal niet evident dat in dit geval die gymleraar fout zit. Er zullen een heleboel mensen hier naar kijken van, nou, dat is goed dat dat even allemaal gezegd wordt. Ja, maar dat zijn mensen die waarschijnlijk gewoon... Ja, achterlijk zijn. En daar kan je geen rekening houden. Ja, maar dat zet je wel. Ik bedoel, het feit dat je zelf dit om de goede. Dat je uit kan leggen waarom je dit om goede redenen gedaan hebt. Betekent toch niet dat het ook zo goed aankomt? Zijn jullie per definitie oké? Dus dan mag je dus eigenlijk alles. Is dat niet een van de problemen van theatermakers? Dat ze denken, wij zijn sowieso oké. Dus wat we ook zeggen, als maken we de verkeerde grap, al werkt die niet. Het is nooit de bedoeling om iets racistisch te zeggen. Dat is precies het argument van René van der Gijp of wie dan ook. Dat is zo... Ja, maar wij zijn ook echt oké. Ja, nee, grapje. Nee, maar, dat nee, ik snap toevallig het. Ook. Nee, alleen, maar, ik snap wat je zegt. Maar... Dat is geen criterium dat ik jullie 3 minuten gezien heb en denk, nee, die zijn oké.
Ik denk echt dat jullie oké, maar dat is toch een raar criterium van ja, ik ben oké, dus daarna is alles wat er uit mij komt op een podium is dus ook oké. Ja, maar dat is niet per se wat we zeggen. Ik zeg alleen dat ik denk dat... Kijk, ik maak iets van wat ik graag wil maken. En voor mij is heel duidelijk, ik weet waarom ik dit maak, ik weet wat de grap is. En voor mij ligt de ironie er echt mijlen, zeg maar, mijlen ver bovenop. Je kan er niets aan veranderen dat er altijd mensen zullen zijn die er op een verkeerde manier mee aan de haal gaan. In ieder geval de verkeerde manier interpreteren. Ik bedoel... Ja, maar er zijn ook zwarte jongetjes die denken, oh leuk, dan gaan we weer. Dit gezeik krijg ik altijd al aan mijn kop. Ja, maar ik denk ook dat als er veel goede grappen worden gemaakt over dit onderwerp, het op een gegeven moment ook niet meer zo beladen wordt en mensen op een gegeven moment gaan denken, ja, dan is het ook niet meer zo heftig of zo. Zullen mensen ook niet meer zo snel beledigd zijn. Zolang, ja, toch, dat is toch ook gewoon wat je doet met grappen maken over dit soort dingen. Is een beetje lucht blazen in zo'n onderwerp. Ja, voor de goede verstaander is dat wat er gebeurt. Alleen jullie gaan ervan uit dat jullie oké zijn en het dus ook goed verstaan wordt. Dus niet het bedoel bij iedereen, maar dat ja, is ja, wat ja, theatermakers ja, altijd ook denken. Zo, als je de serie verder volgt, dan is het wel echt heel duidelijk dat deze man echt een idioot is. Snap je? Dus dit is nu één fragment, wat ik wel snap. Maar het is wel zo dat wij dit ook expres met dat in ons achterhoofd hebben gehad. Dat we dachten, we kunnen het niet maken om als we zo'n scène schrijven, dit even één keer te doen, haha, en wegwezen. Dus we wilden wel gaandeweg, is hij steeds... Het is ook zo raar om nu die hele serie uit te gaan leggen. Maar ik bedoel meer van, die man, het is wel evident dat dit een man is met... Ja, iemand die de hele serie volgt en die dat ziet en dat begrijpt, die voelt dat. Maar er zijn ook mensen die gewoon hun tv aandoen en dan is niet speciaal met deze. Nee. Serie, je maakt een aflevering, maakt een film. Als je dan een racistische scène in die film hebt en je gaat dan moord en brand schreeuwen dat het een vuile racisten zijn en je hebt de hele film niet gezien, dan moet je toch gewoon je waffel houden. Ja, maar dat vind ik een. Ik zou dat ook zeggen als ik daar zou zitten. Maar ik ben ook een film over een ander onderwerp maken, dan heb je dat probleem niet. Kan ook. En je kunt ook besluiten om niet altijd te denken van ik ben oké, dus alles wat ik doe nou, is dat, ook oké. Dat vind ik ook wel, dat is wel een ding, in die zin spreek ik mezelf tegen overwege het feit dat ik hier zit. Maar ik heb ook, in die zin is het ook moeilijk, ik vind het ook eigenlijk jammer om erover te praten. Ja, ik zit hier, dus dat klinkt raar en ongeloofwaardig, maar het is natuurlijk... Eigenlijk doet het er helemaal niet toe of zij deugen of niet deugen. Eigenlijk moeten ze dat helemaal niet vertellen. Of ze, weet je, het is al om te zeggen wat je bedoeling is. Maar hij legt zijn afweging uit waarom zij vinden dat het erin kan. Ze zeggen daar niet mee, wij deugen, wij deugen, wij deugen. En eigenlijk is dat vervelend. Eigenlijk moet de auteur dood zijn in die zin. En moet je gewoon het ding zijn werk laten doen. En dan zal je zien, nou ja, ik heb in die zin op Luizenmoeder verder niet gereageerd. Kom jullie anders even ook erbij, gewoon alle twee. Anders zit zo. Ik heb in die zin ook op Luizenmoeder niet gereageerd, omdat ik het ook interessant vond om te zien wat er gewoon gebeurt rond zo'n discussie. En eigenlijk denk ik, ja, daar hoef ik als schrijver helemaal niks aan toe te voegen. Dat gebeurt er. En het is ook, ik weet nog, met de Vliegende Panthers werden we ook vaak gevraagd om voor een goed doel iets te doen of zo. En dat deden wij nooit. Juist ook met de reden dat er ook iets... Als je in de open, weet je, als je heel scherp bent in je comedy en in wat je maakt en mensen denken, oh, dat zijn racisten, dan vind ik dat het publiek ook moet kunnen denken dat dat zo is. Dat we racisten zijn. Die moeten dat kunnen denken. Als ik dan vervolgens ambassadeur ben van een goed doel en ik zit alleen maar goed te doen, dan vind ik dat je bijvoorbeeld je satire of dat je dat minder scherp maakt. Nou ja, je ziet wel van die comedianten, die zijn een ambassadeur voor iets goeds. En die zie je dan hele scherpe comedie maken. Maar ik denk dan de hele tijd, nou ja, hij bedoelt het allemaal toch heel goed. Want hij gaat weer naar Afrika. Dus je moet eigenlijk om iets goed doen. En ik vind eigenlijk... Je moet geheim houden dat je oké bent, maar aan de andere kant is het... Ja. Nee, maar uiteindelijk... Het gaat hier niet erom van, oh, dit klopt eigenlijk niet, het is racistisch. Maar het gaat erom dat je eigenlijk dus als maker van tevoren al kunt zeggen, of heel veel makers zeggen van tevoren zelf, ik ben oké, dus ik mag bepaalde opmerkingen of bepaalde scènes, begrijpt iedereen wel, dat wat je, hoe je hem ook begrijpt, je begrijpt in ieder geval dat hij niet racistisch bedoeld is. Terwijl er gewoon publiek is wat dat blijkbaar niet begrijpt. En dat heeft niet alleen met het ambacht te maken. Ja, maar daar kan je geen rekening mee houden. Volgens mij zijn, ik weet dat onder onze YouTube-filmpjes en zo, dat alle echt negatieve dingen die eronder stonden, of mensen die het echt racistisch vonden of zo, dat stond dan allemaal echt in teksten daaronder opgeschreven, dat je ook nauwelijks kon begrijpen wat daar dan stond. Dus dan is het ook zo, volgens mij begrijpen ook idioten. De meeste mensen begrijpen volgens mij wel dat het niet zo
dat het niet zo bedoeld is. Volgens mij valt, is iemand die dit hier... Nee, wel hier natuurlijk niet. Want maar nee, dat gaat niet. Maar het maakt niet uit. Ja, maar toch een raar argument eigenlijk. Want ik vind dat gelul. Ja. Ja, maar is het niet ook een soort haat tegen het establishment? Kijk, ook als je hier ons zo ziet zitten... lijken we nogal op elkaar, heb ik het gevoel. Dus het is ook, ik heb wel het gevoel dat het is... Ik denk inderdaad wel dat je als comedian ben je nog steeds een soort hofnar. Dus je moet alles uit de maatschappij toch op de een of andere manier kunnen benoemen of verwerken in je werk. Want wat voor andere functie heb je anders nog als je niet een soort van priester bent die de mensen een andere zicht op de maatschappij of zo geeft. Ik heb wel het gevoel dat het vaak wel juist typen zoals wij zijn die... nog heel erg de durf hebben om inderdaad een beetje te prikkelen overal... en dan vervolgens heel erg beledigd gaan worden... dat er andere mensen zijn die daar niet in meekomen. Maar ik denk wel inderdaad dat als je net buiten die veilige bubbel... van het Kleinkunstfestival gaat bewegen... dat je met dezelfde woorden een andere impact hebt. Dus ik vind het inderdaad... Ik denk dat ze bijna op een soort punt zijn beland waarop ik me afvraag of inderdaad... dit soort onderwerpen met humor combineren nog een functie heeft. Of dat het veel meer daardoor mensen helpt om nog meer te polariseren... of nog meer tegenover elkaar. Tom zegt dat het juist werkt, omdat je juist... Ja, en dat vind ik een interessante opmerking. Maar het is, ja, ik denk wel dat het ooit zo is geweest. Ik denk wel dat door het benoemen van dingen... of bijvoorbeeld het laten zien dat dingen aan het vertrutten... of aan het vastroesten zijn, komt weer een beweging in iets. Alleen ik denk wel dat op dit moment... die hele discussie zo op de spits is gedreven... en de hele maatschappij, weet je wel, bij wijze van spreken... voortdurend alles aan het bekijken is, duizenden uren ja, materiaal... maar dat is volgens mij dan te zien of er iets mis aan het gaan is. Enorm aan. Het gaat mij nu even heel erg om... Ja. Even nog in jullie... Jullie doen jullie heftige dingen, vinden jullie zelf? Nee, ik vind heftig. Het niet. Zijn er reacties? Krijgen jullie heftige reacties? Nee. Ik hoorde iets van jullie. Ja, we hebben iemand gehad die vond dat we iemand hadden verkracht. Ja. Terwijl dat, ja, daar word ik ook helemaal gek als ik dat dan lees. Maar ik vind het ook heel grappig. Maar we hebben een scène, ja, als ik het uitleg, dan klinkt het ook weer super plat en dom. Maar goed, ik doe toch. Dat ik reclame maak voor een portal gun. En dan schiet ik zo daar, en dan gooi ik daar een Snickers aan die kant. En dan komt hij aan de andere kant eruit. Want dan heb ik een ander gat. En dan schiet ik hem op mijn mond en op zijn mond neem ik een slok. En dan komt het uit zijn mond komt echt water. En dan struikel ik en dan schiet ik het per ongeluk op zijn kont. En dan... schiet ik het op mijn hand en dan ga ik gewoon heel rustig zo heel lang Tom op het podium kontvingen, zeg maar. En dat is wel echt wel een... Ja. En dan ga ik gewoon een beetje zo... Maar dan moet je ervoor drukken, Ron. Ah, ja, ik weet ook niet dat hij dat gaat zeggen. Ja, sorry man, sorry. Het is het enige wat we niet gerepeteerd hebben. En dan ben ik dat heel lang aan het doen. En dan zit Tom zit dan op zijn handen en knieën voor me. En ik zit dan zo en dan ga ik met mijn duim erin. En dan zit hij een beetje zo te kermen van de pijn en zo. En op een gegeven moment zeg ik dan tegen iemand op de eerste rij van geef ik een hand. Dus ik zeg, nou ja, u mag ook eventjes, trek maar aan. En dan komt Tom klaar. En die vindt dan heel lekker. En die zegt, oh, kijk maar aan, vind ik geil. En dan zit hier iemand dus in mijn hand met zijn vinger. En toen was er iemand die zei van, ja, ik heb het gezien... en ik wil aangifte doen van verkrachting. Want ik ben getuige geweest van iemand die gedwongen werd tot tot seks. En ja, wat moet je daar dan mee? Opsluiten. Wij wilden toen mailen van, mogen we please meegaan als je aangifte doet? Want we willen graag horen wat je zegt. Ja. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar ja... Ja, ik vind dat niet heftig. Ik bedoel, want iemand mag... Het is een beetje onze verdienste, omdat die man dus heel erg geloofde in wat daar ja, gebeurde. Ja, wat zeggen, ja. En toen kwam hij met een heel verhaal van, ja, maar dus dit is niet verkrachten, maar als een meisje in een club door vier jongens gedwongen wordt om met een gast naar huis te gaan en hij neukt haar thuis, dan is dat ook geen verkrachting, zeker. Dus ik, ja, dan is het wel verkrachting, dan wordt ze thuis... Een klein stukje tussen nog. Ja, maar ja... Maar ik vind dat het niet. Ja, maar ik. Nee, ik begrijp. Nee, maar wat ik ingewikkeld vind is de je hebt gewoon idioten, hè, blijkbaar. Maar aan de andere kant heb je goed bedoelende artiesten. Maar daartussen zit wel een gebied. Niet iedereen die verkeerd begrijpt wat jullie doen of wat artiesten doen, is meteen een totale idioot. Nee, zeker niet. Zeker zijn ook genoeg mensen die het niet leuk vinden. Ja. Dat... En wanneer wordt dat dan een issue? Wanneer gaat het? Wanneer zeggen, oké, maar als nu zoveel mensen beledigd, als er nu zoveel gedoe komt, dan gaan we er beter over nadenken. Maar ja, is dat punt ja bijvoorbeeld die ALS-grap, als het niet werkt. Maar dat is eigenlijk een ambachtelijk, dat is gewoon voor het ambacht van je show. Dat is niet een soort principieel ding.
Ik zou maar zeggen... Nee, maar zij verzinnen niet het principe. Die grap werkt niet omdat het publiek er dus blijkbaar nog niet klaar voor is of zoiets. Of in elk geval, die grap valt op dit moment niet. Er zijn te weinig mensen die om dat onderwerp kunnen lachen. Dus ik denk dat dat uiteindelijk de reden is waarom we het niet goed geschreven. Ja, ja oké. Okay, ja. Nee, maar dat zijn allemaal criteria die binnen gewoon het beroep van grappenmaker zitten. En ik probeer op een of andere manier, dat natuurlijk nooit gaat lukken, te zoeken naar manieren van, ja, maar zijn er dan geen diepgravende overwegingen? Jawel, als, die zijn er wel, maar die zijn heel lastig uit te leggen, omdat je dan als het ware die hele scène zou moeten hebben en dan dat... Nee, maar... dat zijn we allemaal... Nee, maar ik zal maar zeggen, zoals met dat jongetje, als op een of andere manier duidelijk wordt dat 100.000 zwarte jongetjes in Nederland... zich echt kloten voelen door dit. Ja, echt is... denken van, godverdomme, ik begrijp wat die jongens bedoelen, misschien niet slecht, maar ik word nu op school de hele dag met dit soort dingen geconfronteerd, want nu is het gelegaliseerd door Rundfunk, die heel populair zijn op scholen. Zou dat überhaupt een criterium kunnen zijn? Of een overweging kunnen zijn? Of kan je daar ook zeggen, ook, nee jongens... Het is een rare hypothese, Raoul. Want op het moment dat gebeurt, dan klopt er iets. Eigenlijk is al... Dat is niet aan de hand. Nee, maar is dat niet dat is geen hypothese. Dat is toch wat er in de maatschappij nu gebeurt. Ja. Er worden verschrikkelijke grappen over mensen gemaakt. Het is niet wat er in de maatschappij gebeurt dat zij zo'n act maken... en dat duizenden donkere jongetjes nu kokosnoten worden toegereikt door die act. Dat is helemaal niet wat er gebeurt door hun. Nu niet, maar er worden over mensen die toevallig moslim zijn... worden verschrikkelijke grappen gemaakt. En in comedyprogramma's, maar vooral ook daarbuiten. En die kunnen zich daardoor aangesproken voelen. Maar voelen zich daardoor ook aangesproken. Jawel, wat volgens mij echt een misverstand van deze tijd is... is dat iedereen het idee heeft dat ze een soort van super leuk leven gegarandeerd zijn. Zonder tegenslag of zonder... Het lijkt een beetje erop met al het Instagram en Facebook en zo... dat iedereen het gevoel heeft dat ze de hele dag het recht hebben op... Om niet gekwetst te worden en zich super goed te voelen. En daarvan denk ik dan, dat is gewoon niet waar. Dat is niet aan de hand. En dan is er een verschil tussen of je bewust op straat... Er zijn natuurlijk enorme gradaties in wat je kan doen met kwetsen. Of je dat bewust doet, of dat je het in een grap doet die slecht valt. Of dat je... Weet ik veel wat. Maar wat ik net al zei over... Dat meen ik oprecht. Over dat ik echt mensen ken die gek worden als je zegt... Het is kankerlekker weer. En ik heb dat niet... Je kan daar niet altijd rekening mee houden. En heel veel mensen hebben volgens mij het idee dat dat niet mag gebeuren bij hun. Dat ze gewoon echt een garantie hebben op... Ik heb een heel geweldig leven en dat mag je niks tegen inzeggen. En dat is gewoon niet waar. Dus ja, dan word je maar een keer gekwetst door iets wat je niet leuk vindt. Jammer. Ik bedoel, wij worden toch ook vaak genoeg gekwetst door dingen die wij niet leuk vinden. Ja, zo gaat het. Begrijp. We gaan even, want we hebben het rustig in de zaal. Mensen worden bikkelkwaad, of niet? Zijn er nog mensen? Ja, er zijn nog wel mensen. Dat is voor jou heel apart. Iedereen blijft zitten. Ja, ik moet er ook enorm aan wennen. Helemaal shaken up. We hebben één vraag mee, of hebben we daar geen tijd voor? We hebben natuurlijk echt gezocht naar iets van... hoe kunnen we toch iets vinden waarvan we misschien dan zeggen... ja, wat gebeurt er? En dan, je hebt in Frankrijk heb je een comedian, Dieudonné. Oh ja. En daar hebben we een stukje van. Die was al enorm in opspraak. Die maakt gewoon theatershows. Die was al erg in opspraak. En wat we nu zien is een klein stukje dat hij weet dat er pers zit. Dat er ontzettend ophef is. En dan doet hij dit. Laten we even naar kijken. Sur le bord d'un chemin, et l'homme
Ik was aan het bedenken of we dat eerst moeten zeggen of niet. Hij is nadat Charlie Hebdo is hij heel erg aangepakt. Want toen zei hij dat ook de terroristen moeten worden. Er was eentje die ook Charlie heette. Dus hij zei, nou, die Charlie ben ik eigenlijk voor. De man die op het podium komt, en dat had ik ook eerder kunnen zeggen, maar ik vond het grappig om dat niet te doen. Maar nu denk ik, nee, had ik toch moeten doen. Dat is een beroemde Holocaust-ontkenner. En die krijgt een prijs voor aparte gedachten van hem. En die wordt uitgereikt door de assistent van die Dieudonné. En dat is een Joodse technicus, echt schijnt het. Die dan in zo'n pyjama met een Davidster verschijnt. En die geeft die prijs. Uiteindelijk is die Dieudonné. Uiteindelijk hebben ze gezorgd dat die man niet meer kon optreden. Die mag de theaters niet in. Eerst even, vinden jullie dat dit überhaupt, dat dit te ver gaat? Want hij heeft ook goede bedoelingen. Hij zegt namelijk, ik ga provoceren, ze gaan kwaad worden. Ik mag hier alles doen wat ik wil. En als je nou toch kwaad willen worden, nou, dan zou ik je ze even echt kwaad laten worden. En dan is op zichzelf, ambachtelijk gezien, een Holocaust-ontkenner uitnodigen, vind ik best een goede keuze. Ja, maar wat is hier nog grappig aan? Ja, dat is helemaal niet, het is helemaal niet grappig. Het is in de zaal zitten allemaal mensen die het super grappig vinden. Dus wij kunnen nu toch niet vanuit Nederland, vanuit de balie zeggen, ja, hey jongens, het is niet grappig. Nee, ja, wel, dat kunnen we wel zeggen. Ja, ik vind het niet grappig. Jij vindt het niet grappig, maar dan is het gewoon dat te verbieden, vind ik ook wel weer ver. De mensen in de zaal staan er achter, maar het is niet een geslaagde grap. Ik denk dat dit inderdaad de grap ontstijgt. Ik denk ook dat dit is precies is wat een beetje de ontwikkeling is van theater dat gaat over de gespannen onderwerpen. Dat het heel snel alleen nog maar gaat over, kijk, ik durf hierin te provoceren of ik ga dit een keertje me hierover uitspreken. Maar dat daardoor er dus geen ruimte meer is om er een grap over te maken. Maar dit hoeft niet verboden te worden? Nee. Nee, ja, maar ja, nee, hij zou dezelfde criteria hebben als wij. Dat hij het zelf heel grappig vond. Nee, dat bedoel ik. Hij vindt dit een goede grap. Ik niks, nee. Ja, oké. Hij kan dus bijna niet meer optreden, want optredens worden. Mm-hmm. Dus hij is dat de rechter die dat gezegd heeft? Ja, dat heeft de rechter gezegd. En politiek, dit is een heel, eigenlijk heel rauw. Die hebben eigenlijk ingegrepen in zijn theateract. Dus hij doet nu heel veel op internet. Maar hij kan ook dit op een plein buiten doen. Maakt dat nog verschil voor jullie? Of iets gebeurt in de context van een theater? Of in een comedyprogramma op tv? Of gewoon op een schoolplein. Ja, wat hier aan de hand is, volgens mij, is dat je hem wantrouwt als zijnde comedian. Hij voelt al meer als een soort activist. Ja. Die hoopt een soort groepering voor zich te winnen die daar consequenties aan gaan verbinden. Ik vind het totaal niet dezelfde principes als inderdaad het maken van een komisch fragment. Ik denk dat dit mensen die op
hele andere criteria. Nee, maar we hadden ook een ander fragment van, dat is niet, dat is echt, daar zit echt gewoon grap in. Dan kun je zeggen, beter grap. Daar zit er gewoon grap in, maar dat is hetzelfde ding, dat hij dingen zegt die je, als je dat buiten het theater doet, kun je daar in Frankrijk, mag je bijvoorbeeld de Holocaust mag je ontkennen, of je mag niet terreurdaden mag je niet toejuichen. Daar kun je voor opgepakt worden. Ja, maar ik denk dat zelfs dan de grap een verpakt activisme is. Dus het is inderdaad meer van door in de zaal te zitten om die grap te lachen, laat je ook zien van ja, wij zijn ook tegen bijvoorbeeld de Joden of zoiets. Dus het is, de grap is dan niet meer. Maar als het een goede grap is, dan mag dat toch? Als je een goede Holocaust ontkennen met goede grappen, ja, tuurlijk, dat kan toch? Maar ik vind dit ook mogelijk. Ik denk dat vind het wel mogen. Ik vind er alleen geen reet aan. En ik vind het heel dom om het te verbieden. Ik vind dat verbieden. Oké, dan ga je niet verbieden, maar waar het me nu even om gaat. Stel, je bent een goede comedian. Ik denk echt dat dit een gat in de markt is die de Holocaust ontkent, maar met goede grappen. Ja? Wat is daarmee? Nee, dat maakt het dan uit. En die wordt in theaters verboden. Maakt het dan uit als diegene zegt: oké, dan ga ik gewoon op een parkje in het Vondelpark staan. Is het dan ineens. Is het dan fout? Nou ja, als het een theater. Je hebt toch ook een theater. Dus jij zegt, mag het alleen maar in theaters binnen of ook. Nee, ik vraag me af of de context er ook nog toe, of die er ook toe doet. Ja, dat hebben ze toch net de hele tijd zitten zeggen. Ja, alleen maar. Waarom? Ja, maar is dat dan ook echt zo dat als je naar buiten gaat en je bent heel grappig, maar je doet iets wat eigenlijk niet mag? Oh, doe ik al maar. Ik kom nu. Ja, maar kijk, iets doen dat niet mag en het zijn van grappig kunnen los van elkaar functioneren. Je kunt heel erg grappig zijn, maar op het moment dat je inderdaad op de een of andere manier een groep mensen gaat opruien en gaat zeggen, ik geef jullie nu een geweer en laten we allemaal aan de straat gaan. Hoort niet. Er zit ergens daarin natuurlijk een grens waarin je niet meer bezig bent met. Die volgens mij in de wet beschreven, dus kennelijk is hij de wet overtreden. Ja, maar door oproepen tot geweld. Of ja, maar de wet is, laat ik het dan even wat concreter maken. De wet in Nederland zegt heel veel over wat je in het openbaar mag zeggen, maar in een column of in een theater mag je veel verder gaan. Ja, dat vind ik terecht. En dat ook. Vinden wij terecht, omdat wij onszelf oké vinden. Nee, en, niet daarom. En wij maken grappen. Nee, niet daarom. Omdat het een ander platform is waar wij. Ja, dus. Dan heb je het over satire en over ironie en over humor. En de vorm van het theater, de afspraak die je met het publiek maakt, dat wat hier op het toneel gebeurt niet echt is, maar een vorm, een fictieve vorm voor iets anders. Dat is wat anders als ik als Diederik Ebbing op een podium ga staan roepen dat we alle Marokkanen het land uit moeten trappen. Maar ik vind het sowieso nog wel wonderlijk, want hij kan toch ook nog best wel betogen dat hij op het podium niet zichzelf is, maar een personage. Ja. En hij mag wel een personage spelen dat de Holocaust ontkent waarschijnlijk. Ja. Dus het is best wel heftig dat ze dan hebben ingegrepen. Nee, dat vind ik, want ik vind dat je vind sowieso ook. Al een personage op het als je op het podium staat, toch? Je bent toch nooit jezelf op het podium? Maar je kunt dus, theoretisch kun je dezelfde tekst kan je in het theater doen. Dan absoluut. Is het oké, okay, omdat het theater is. Ja. En diezelfde tekst als iemand buiten theater, dan mag het niet meer. Nou, ik denk dat het gewoon iets uitmaakt. Ja, ik vind dat het wel dit, mag, hoor. Dit ook buiten meen het theater. Ik of dit is een grap. Daar heb je inderdaad zelf nog wel iets over te zeggen. Maar er is ook een beroemd voorbeeld. 2-3 jaar geleden was er een terrorist die pleegde een mislukte aanslag in Londen. En die zei toen in de rechtbank, nee, het was geen aanslag, het was een conceptueel kunstwerk. Het was een performance art, was het. En toen zei de rechter, ja, nee, daar kunnen we niks mee. Dat is bullshit. Toen dacht ik wel, ja, waar is inderdaad die grens? Wanneer kun je nog als kunstenaar zeggen, wanneer kun je als kunstenaar nog zeggen, dit was als grap bedoeld of dit meende ik serieus? En ik denk inderdaad wel dat als de aanslag mislukt, dan is het een kunstwerk. Maar als hij lukt, dan kun je toch wel zeggen. Ja, kijk, ik denk inderdaad dat op het moment dat hij weet dat er heel veel pers in de zaal zit, deze Dieudonné, en dat er dus dat er enorm veel druk op dat moment staat en hij gaat op dat moment dit doen, dan vind ik het meer activistisch dan een kunstenaar die probeert iets te creëren wat iets bespreekbaar maakt of in twijfel trekt. Ik denk inderdaad dat hij dan gewoon net de verpakking gebruikt voor iets anders. Maar dat is ook inderdaad voor mij niet een reden om het te verbieden. Alleen nee, maar dat is ook niet. Dus ik moet helaas. Ik heb geen criteria echt gevonden. Nee. Dat wij nogal bevestigd hebben. Van je leven weg. Gewoon. Ja, het is gewoon verdwenen. Het was hartstikke mooi weer. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, want er mogen nu nog vragen gesteld worden door het publiek, toch? Of vonden jullie het saai, trouwens? Ja, dus. Een beetje. Nog meer water.
Ja, ik was wel benieuwd. Denken jullie dat er een verschil is tussen grappen maken over een groep die achtergesteld is in de maatschappij of een groep die dat niet is? Want ik denk dat grappen maken over mensen in het gooi een stuk makkelijker is dan grappen maken als het gaat over ras. En denken jullie dat daar een verschil zit in verantwoordelijkheid? Wie? Ik denk dat, dat ook geen criterium is. Ik denk dat je over Ik ben van mening dat ik zou over elk onderwerp een goede, scherpe grap kunnen maken. Alleen ik vind het zelf interessant als het wel iets te maken heeft met wat er in de maatschappij leeft. En heeft er ook mee te maken of het een weerbare groep is of een groep die altijd al op de grond ligt en tegenaan getrapt wordt? Of maakt dat niet uit als de goede grap is? Dat maakt allemaal niet uit. Als de goede grap is, is het een goede grap. En jij hebt niks te maken met je collega's die toevallig op hetzelfde paard staan te schoppen? Maar dit zijn allemaal termen als op de grond liggen en trappen. Dat is niet wat ik doe. We maken een grap. Nee, hetzelfde paard gaan we niet schoppen. We maken een grap. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als er een groep is waar je makkelijk grappen over kunt maken. Ik zal me zeggen. Maar je kan het net zo makkelijk grappen over maken. Nou, bijvoorbeeld in Amerika zijn lilliputters. Dat is gewoon makkelijk. Ik moet al lachen als ik lilliputters zeg. Lilliputters is een groep, daar is makkelijk grap over te maken. Ja. Ze zijn ook klein, er zijn alle grappen over te maken. Nou, dus ik kan me voorstellen dat het gewoon als grappen maken, dat je daar makkelijker grappen over maakt. En dat zij denken, ja, hallo, ik heb dat moeilijk zat. En nu worden ook nog, de comedians denken ook nog, nou, makkelijk grappen maken. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt, toch? Ja, maar het is een ander verhaal als je nu, als wij nu met z'n vieren een serie maken waarin we gewoon eigenlijk elke aflevering mag je lang meedoen? Jij mag ook meedoen. Sorry. Ja, nee, ik dacht dat jij... Wij vragen beantwoorden. Alleen maar grappen maken over lilliputters de hele tijd. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat dan mensen zeggen, gasten, wat vak zijn aan het doen? Ja. Maar dus zowel als voor de luizenmoeder als niet wat ik weet bij ons. Wij hebben ook inderdaad grappen over een heel rijk meisje. En ook grappen over een heel dik meisje. En ook grappen over een heel dun meisje. Ja, maar het ding is gewoon... In ieder geval wel over meisjes. Ja, maar ik denk ook dat meisjes. Ja. Over meisjes wel. Nee, maar het is vaak het onderwerp. Als iets gevaarlijk is het leuke, snap je? Ik bedoel, het is ook een relatief ding. Want kijk, als ik in een zaal sta in het gooi, waar alleen maar mensen zitten die uit het gooi komen, heeft mijn grap of mijn commentaar op het gooi een andere lading dan wanneer ik in Roden in Groningen sta of zoiets, waar er allemaal arbeiders in de zaal zitten. Dus die dingen gaan dan ook iets anders betekenen. Duidelijk. Nog een vraag. Ik wilde een vraag stellen naar aanleiding van jullie eerder gesprek over het verschil tussen humor en activisme. Ik herinner mij van 10 jaar geleden, denk ik, de laatste show van de Vliegende Panthers. Daar zat een stuk in waarin jullie prachtig a cappella een nummer zongen met als titel Het blanke ras is superieur. Ja. Het eindigde met een geweldige clue. Wij kijken niet naar geaardheid, naar ras of naar kleur of zo. Het blanke ras is superieur. Ja. Ik neem toch aan dat ik destijds heel hard moest lachen, omdat ik wist dat jullie dat niet vonden. En wilde laten zien aan de zaal hoe belachelijk het is dat ze toch 2,5 minuut hadden geluisterd naar a cappella, waarin werd gezegd waar blijven die negers met hun literatuur. Ik denk dat jullie daarmee probeerden te zeggen, hey, hallo, vooroordelen met z'n allen. Tot in hoeverre zijn jullie op dat moment, als je zo'n stuk maakt, zo'n nummer maakt, niet ook activist? Eigenlijk helemaal niet. Ja, nee, dit is wel een goed voorbeeld, dit lied. Omdat het veel meer mensen heel ver gaan. Terwijl als je gewoon naar de tekst luistert, dan was het helemaal niet zo'n erge tekst. Het maakt zich in de refreins en in het, zeker aan het eind. Ze maken een heel racistisch lied als blanke ras. En als laatste ding zeggen ze, wij kijken niet naar geaardheid, geslacht of naar kleur. Dus daarmee zeggen we ook, wij zijn helemaal niet racistisch. Terwijl ze het eerste. Dus het eigenlijk. Ja, voor de goede verstaander, hè, want daar heb je het er altijd over, was het helemaal geen racistisch lied. Was het juist de superioriteit die ze zelf vinden bezongen, zeg maar. Maar je hoorde in het lied hoorde je al hoe geschift het was. Ja, je probeert toch te zeggen van die mensen die zo denken zouden moeten veranderen. Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik heb nooit de intentie om mensen te veranderen. Ik vind het is meer dat je eerst dat je een heel lied opzet en mensen echt denken, oh mijn god, wat gebeurt hier, wat zingen ze nou? En dat langzaam daalt in waarom we dat zingen. En dan draait hij zich eigenlijk, vond ik zelf vrij goed om. Dit was wel jouw hoogtepunt, hè, 10 jaar geleden.
Maar daar zit geen activisme in. Dat is ook meer de lol die wij hebben. En inderdaad ook het treiteriger ervan. Hè? Dat je eerst, een beetje wat hij ook zegt, dat je dingen doet. En dat je op een gegeven moment toch eventjes een draai moet geven. Dus je bent wel aan het teasen en mensen eerst aan het shockeren. Waar ze zich rot van schrikken. Maar dan draai je het ook weer bij, omdat anders de zalen leeg zijn en je geen inkomen meer hebt. Dat is continu balans zoeken. In die zin maak je ook, als je als kunstenaar begint alleen maar met jezelf, als je op een podium staat, heb je natuurlijk altijd te maken met publiek. Je moet je altijd verhouden tot publiek en tot hoe ver kan je gaan. Dat is continu, die balans ben je de hele tijd aan het zoeken. Maar het is geen activisme. 10 jaar geleden was zo'n lied wat die man net voor mij aankaartte. Dit is toch een man. Was toen nog satire, maar in hoeverre zou het nu niet een partijlied kunnen zijn? Dus met andere woorden, in hoeverre is wat Hans Steeuwen vroeger als typetje deed, nu niet gewoon... Nou ja, dat hebben Coot en Bie hebben dat meegemaakt met de tegenpartij. En dat waren hele rechtse lui, Jacobs en Van Es. En die stonden op een gegeven moment aan de voorkant op de foto van de Nederlandse Volksunie. Het tijdschrift van de extreemrechtse partij van dat moment. Het wordt dus altijd misbruikt. Dat is gewoon wat er aan de hand is. Ik vind het algemeen wel de maatschappij tegenwoordig minder grappig geworden. Ja, dat denk ik. Maar ja, hoe ik dat precies moet beargumenteren weet ik ook niet. Maar ik heb wel het gevoel dat er minder ruimte is om te experimenteren met humor op het moment. Ja, maar ik vind het, daarom vind ik toch fijn zo'n luizenmoeder dat er is, waarin de omroep toch de opdracht heeft gegeven, durf maar wat verder te gaan. En dat ik denk dus inderdaad wel dat het helpt om al die gevoeligheden van de maatschappij in grappen. Ik denk wel dat het bewust. Zijn niet de twee kampen gewoon, worden die niet alleen maar meer bevestigd in ja. Nee, een ik heb het idee dat het enorm oplucht dat bij dit programma. Dat het mensen... bij jou, maar iemand anders wordt er alleen maar meer gespannen van natuurlijk. Dus... Kijkcijfers namen me niet echt af. Nee, dat zeker niet. Maar ik denk wel dat, kijk, je hebt heel erg voorstanders en tegenstanders ervan. Dus uiteindelijk is dat meer een afspiegeling van het debat. Als er 17 miljoen mensen naar hadden gekeken, dan had je kunnen zeggen, ja, we hebben iets geraakt wat de hele maatschappij in zijn geheel heeft kunnen inzien dat we raar bezig zijn. Nee, inzien, maar dat is toch mijn taak is toch niet als ik een comedyprogramma maak, is toch niet, maak ik toch niet met je frustratie opleggen. Je hebt beide kanten. Ja, ik denk dat. Laten we even naar de vragen van het publiek gaan. Bij het maken van grappen, kijk je dan, neem je ook in overweging het perspectief van de groep waar je grap over maakt? Of kijk je het echt alleen vanuit je eigen perspectief? Kijk, Tom en Yannick, denken jullie hoe zij kijken? Ja? Ja, wij zijn altijd, als wij iets schrijven, zijn we altijd wel vreselijk aan het nadenken. Ook in het theater, weet ik wat. Wat is precies nu, hoe kunnen we het publiek zo sturen dat ze denken wat wij willen dat ze denken? Of hoe kunnen wij ons verplaatsen in wat zij denken? Zodat je ook altijd een Nee, niet publiek, maar de personages. Ja, dat ook, ja. Want anders, als je schrijft... Ja. Denk je daarna over hoe dat zou kunnen overkomen? Anders... Nee, daar niet echt bewust in over. Nou ja, voor deze bewuste grap hebben we het gehad. Ook met die jongen hebben we het over gehad. En die vond het heel grappig. Zijn vader vond het nog grappiger eigenlijk. Die stond echt alleen maar te lachen. Dus toen dacht ik zo, ja, nou dan zal het wel... Dan zal het wel niet heel erg... We hebben er twee gevraagd. Dus. Ja. Representatief onderzoek. Ja. Was dat met die witte puntmuts? Ja. Je kunt niet met iedereen op de wereld rekening houden. Je kunt je niet in iedereen verplaatsen. En je kunt een act hebben over een heel schattig hondje. En er zit iemand in de zaal die net verschrikkelijk getraumatiseerd is door een hond. Die daar inderdaad jaren problemen van heeft. Dus dat kun je niet helemaal voorkomen. Nee, maar ik denk wel degelijk dus dat... zeker in het live theater, je continu bezig bent, de hele voorstelling lang, met hoe iets overkomt op de mensen. En dat je dus inderdaad, als ik merk dat er veel oude mensen in de zaal zitten, dan ga ik al dingen iets voorzichtiger doen dan als er heel veel jonge mensen in de zaal zitten. Dus dat één altijd bestaat. Maar ja. Volgende vraag. Ja, ik heb ooit een serie gezien van Louis C.K., Horace and Pete. En ik moest altijd, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Ja, mijn favoriete personage was van Alan Alda, Uncle Pete.
een hele politiek incorrecte, een beetje deplorable type. Die heel racistisch is en antisemitisch en ook anti-homoseksueel. Maar ja, ontzettend, ontzettend fout. En ik vind dat dus super, super grappig. En ik kan ook heel erg hard lachen om hele foute grappen over vrouwen of over feministen of over vrouwen in de menopauze, zoals ik zelf. En wat is je vraag? Ik heb niet echt een vraag, maar ik vind het meer interessant iets dat ik dan denk van, hoe zit het dan dat ik daar dus heel erg hard om kan lachen, maar dat ik bijvoorbeeld helemaal niet kan lachen inderdaad om Voetbal Insight of Paul de Leeuw en Mark-Marie Huibrecht. Vind ik heel flauw. Maar ik vraag me af of er niet een soort rating R of denkniveau ergens als grens bijgezet moet worden. Omdat sommige mensen intelligente grappen niet helemaal begrijpen. En het dan heel serieus gaan nemen. En dan heel gekwetst zijn. Tom. Ja. Dit is jouw dingetje. Ja, ik jou precies zo. Daarvoor hebben we jou gevraagd. Moet ik even bellen dat hij uitgaat? Ja. Maar volgens mij geen het is moeilijk. Het is allemaal, je stelt heel veel vragen. Je stelt over waarom jij niet kan lachen. Ja, ik kan jou niet gaan uitleggen waarom jij niet kan lachen om Mark-Marie Huibrecht en Paul de Leeuw. Nee, maar het enige wat je kan zeggen is dat er een duidelijk verschil is tussen Louis C.K. wat, ondanks dat het misschien een goorlap is, maar wel de allergrappigste man ooit is ongeveer, die hyperintelligent is, en René van der Gijp. Namelijk, de ene gast denkt, transgender, ik doe een pruik op en zeg, ze moet normaal doen. En Louis C.K. is al 40 jaar bezig met hoe kan ik op allerlei intelligente manieren grappen maken, toch? Dus gewoon een vakman. Ja, maar dat is inderdaad het probleem, dat wij vinden onszelf dus inderdaad geweldig. Dus waar wij vinden dat het iets smaakvol is of niet, ligt voor ons de grens. Maar dat is bij iedereen natuurlijk uiteindelijk persoonlijk. Dus er is toch wel een verschil in gewoon ambacht, toch? Bij. Dat kan je niet ontkennen. Ik ben het denk ik helemaal met jou eens, maar je kunt het wel ontkennen, omdat dat echt voor iedereen. Nou, er zijn mensen die René van der Gijp echt veel grappiger en intelligenter vinden. Maar er zijn ook mensen die weet ik veel. Er zijn een heleboel mensen. Echt beter vinden dan Messi. Nee, maar ik bedoel, sommige dingen slaan nergens op, snap je? Dan heb je gewoon even geen. Nee, maar we kunnen niet iedereen die het niet met je eens is. Nee, maar dat zijn Mongolen. Iedereen die Ziyech beter vindt. Je kunt niet wetenschappelijk bewijzen dat minder een voetbalkenner is omdat hij Ziyech beter vindt. Zelfs dat, zo werkt het gewoon niet. Het is inderdaad. Nee. Zo denk ik het volgens wel, ja. Nee, we gaan nog naar één vraag. Want ik krijg in mijn oortje door dat. En een vraag. En even voor de duidelijkheid: een vraag is iets wat je wil weten van een van deze heren. En niet over jezelf. En op het eind van je zin gaat hij omhoog. En dan is er een vraagteken als je hem zo uitschrijft. Dat is een vraag. Wat er net op het laatst gezegd wordt, is denk ik precies wat erom gaat. Het is juist mooi die discussie die er ontstaat tussen mensen die iets wel mooi vinden of niet mooi vinden. Dus. Ja, dat is geen vraag, hè? Nou, okay, de vraag is, iedereen mag zeggen wat hij wil. En het is de boodschapper, wat bedoel je ermee te zeggen? Dat maakt ook niet uit. En de ontvanger, wat is je vraag? Is je vraag of wij het met je eens zijn? Jullie stuk uit jullie optreden, waarin je de namen gaat opnoemen van de Holocaust. Waarin je iets gaat vertellen. Dat is leuk en dat is grappig. Alleen mijn ouders, die zijn van een andere generatie, die zien dat weer heel anders. En juist die discussie die je dan daarover krijgt, ik vind dat is juist het mooie. En daar moeten we over blijven discussiëren. Dus iedereen mag zeggen wat hij wil. Okay, dus jouw vraag is eigenlijk waarom jij niet hier zat. Dankjewel. Nou, hiermee beëindig ik. Debat, want ik loop hier echt aan de hand, want ik zie allemaal mensen denken, ik heb ook nog wel een. Ik wil even Sophie heel erg bedanken voor het regelen van Daniel, het AKF, Gover, Diederik, Yannick en Tom. Dank jullie wel. Het raadsel. Raoul. En Raoul. Ja. Magistraat. Zo. Thank you.